Waarom ik kies voor het project van Viewmaster? Ja, ik ben gevraagd en ik vind het ook een mooie vraag, omdat ik wel hou van het engagement van studenten in een avondacademie of een weekendacademie. Zij doen het voor zichzelf. En de tweede reden waarom ik ja gezegd heb, is ook de integratie van woord en klank en beeld bij de voorstelling, bij de presentatie of de opening in september. Dat vind ik een heel grote uitdaging om die dingen bijeen te brengen en ook een mooie balans erin te vinden. Ik heb trouwens geen groter plan in mijn selectie. Ik volg mijn hart. En dat is de eerste ronde van de dingen die ik kies. En dan komt een tweede ronde natuurlijk, als we in het Zuiderpershuis zijn. Hoe verhouden de gekozen werken zich ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de ruimte? En wellicht dan een derde ronde van, hebben we niet te veel? Moeten we niet een beetje zuiniger zijn? Voilà, ik ben zelf benieuwd.